Goed, en dan kunt u nu weer de schouders gaan zetten onder een nieuwe zaak. Kijk weer mee naar details. U kunt misschien namelijk vanavond in één klap 4 overvallen in Apeldoorn oplossen. Waarom maak je het leven van één iemand kapot? Terwijl jij van iets maar misschien 5 minuten plezier hebt. De vraag die de politie in Apeldoorn al een tijdje bezighoudt. Wie is of wie zijn deze overvallers? 2 dingen zijn zeker. In een periode van 3 weken zijn er op 4 plekken dicht bij elkaar in Apeldoorn overvallen gepleegd. En ook een feit, die hebben een flinke indruk gemaakt op de vaak nog erg jonge medewerkers. Zoals hier bij Cafetaria De Maat aan de Imkersplaats, waar een vrouw van 22 aan het werk is. Ze is bezig met de bestelling van een wachtende klant als dit gebeurt. De klant houdt zich ondertussen stil en bedenkt dat ze de overvaller wil filmen. Maar voor het zover komt, probeert hij haar telefoon af te pakken. Pas als de man er met een paar honderd euro vandoor is, dringt tot beide door wat er net is gebeurd. Deze overval was op zaterdag 12 november 2022. 5 dagen later zijn hier bij de Dekamarkt aan de Haviksstraat in Apeldoorn een jongen en een meisje aan het werk. Het zijn nog tieners die af en toe gewoon een beetje wat willen bijverdienen. Ze staan die donderdagavond 17 november samen achter de servicebalie. De jongen ziet dan dat de man naar zijn zak grijpt. Ook ziet hij dat de man helemaal staat te trillen. Maar ondanks dat klinkt hij vrij kalm als hij zegt dat hij geld wil. De medewerker van 17 denkt echt dat hij gaat schieten en om zichzelf en zijn collega te beschermen werkt hij volledig mee. Ondertussen wordt ook een klant onderdeel van de overval en probeert snel weg te komen. Als de dader nog meer geld eist, moet hij genoegen nemen met nog wat muntgeld. Al snel vlucht hij de parkeerplaats op. De 2 zijn opgelucht dat er niet is geschoten. 13 dagen later, op 30 november 2022, werkt een vrouw van 46 in de shop van deze Shell aan de Laan van de Mensenrechten. Ik ben altijd iemand van het eerst hard werken en dan kun je later op de ochtend koffie drinken. Ik had gedaan wat je altijd doet 's morgens. En toen heb ik een karretje gepakt met frisdrank. En ik wilde de frisdrank vullen in de shop. En ik was net begonnen. En toen gebeurde het. Rond 7:15 stopt een scooterrijder voor de ingang. Ik wist gelijk dat het fotoboel was. Want je denkt maar 1 ding. Je wilt dat hij weggaat. En dan gaat van alles in je hoofd. Maar alles gaat automatisch, op de automatische piloot. En ik heb al die tijd gewoon gedacht dat hij mij harde stompen had gegeven in de rug. En later kwamen we erachter dat het gewoon een pistool was. Hier is duidelijk het wapen van de man te zien. Hij laat het even onbeheerd liggen. Buiten krijgen de klanten niets mee. In een paar seconden is hij gewoon mijn leven totaal overhoop gegooid. Terwijl hij misschien heel even plezier heeft van het geld. Hij denkt niet na over de gevolgen. Ook hier zit nauwelijks geld in de kassa. Hij vertrekt, maar de medewerkster kampt nog altijd met de gevolgen van de overval. Je bent zo geëmotioneerd, zo vol in je hoofd. In het begin wat nachtmerries, nare gedachten. Niet alleen willen zijn. Niet alleen in het donker. Deuren op slot. En met mijn dochter zijn de momenten ook niet zo blij als dat je zou willen. Je bent dan niet de leuke moeder die je wil zijn. En dat vind ik het moeilijkste eraan. En 3 dagen na de overval op de Shell is dit tankstation het doelwit van een overvaller. Een medewerkster van 23 haalt aan het begin van de avond de bloemen naar binnen. Op zaterdag 3 december 2022 moet ze van deze overvaller geld uit de kassa pakken. Ze is bang dat hij een wapen in zijn jaszak heeft, dus doet ze wat hij vraagt. Omdat de kassa regelmatig wordt afgeroomd, kan ze hem niet meer geven dan een paar briefjes.
En nog even voor de duidelijkheid. Het is dus niet zeker of al deze overvallen door dezelfde dader zijn gepleegd. Maar er zijn wel overeenkomsten. Want alle vier die overvallocaties liggen binnen een vierkante kilometer daar in Apeldoorn. Dat zou dus iets kunnen zeggen over waar de dader zelf vandaan komt. En er zijn meer overeenkomsten. Zoals het pistool bij twee van de vier overvallen. Bij de overval op de cafetaria lijkt een ander soort vuurwapen gebruikt. Wie is deze man met zijn donkere huidskleur en zijn sportschoenen met witte zool? Hij klinkt dus zo. En de belangrijkste kenmerken van de overvallen van de Dekamarkt? Zijn blauwe, gewatteerde jas, zijn broek met streep en zijn zwart-witte sneakers, mogelijk van D-Squared. Helpt de politie ook aan tips over deze overvaller? De camera bij de Shell legde op deze manier zijn scooter vast. Een Iva Venti 50 met een rekje. Wie weet heeft hij die nog steeds. Nu hoorde het van die medewerkster van het tankstation. Geef tips door, want dit maakt heel veel indruk. Een overval maakt ding stuk bij slachtoffers. Er is dan trouwens echt wel hulp voor u. U bent niet de enige. Slachtofferhulp Nederland helpt jaarlijks honderdduizenden mensen. En op onze site staat een speciaal onderwerp over wat zij voor u kunnen doen en hoe dat werkt.